Dit zijn mijn ouders, Mimi Dwinger en Barend Boers. Ze trouwen in de Leeuwarder synagoge op 18 april 1939. Een jaar voordat de oorlog uitbreekt. Mijn moeder groeide op in Leeuwarden en mijn vader in Amsterdam. Deze unieke film van hun bruiloft hebben zij zelf waarschijnlijk nooit gezien. Hij zat in een koffer. Alles wat herinnert aan de oorlog en aan het leven ervoor, stopte ze hierin. Er werd niet over gesproken. Zelfs de koffer die niet open moest, niet opengemaakt mocht worden. Onze hele jeugd en tot ver na onze jeugd lang. Geen haar op je hoofd die eraan dacht om te vragen of je daarin mocht kijken. Ja, ik weet niet of ik nou zo gretig was om hem te openen. Mijn ouders overleefden de oorlog. Ze wachten niet af. Ze doken niet onder. Maar ze namen het moedige besluit te vluchten naar de vrije wereld. Wat volgde was een 7 maanden durende, levensgevaarlijke reis door Europa. Talloze malen zaten ze gevangen. Maar ze wisten wonderwel alle beproevingen te doorstaan om aan de nazi's te ontsnappen. Good for one visit, not exceeding 10 days. Mijn ouders waren niet de enige Nederlandse Joden die in de oorlog als vluchtelingen door Europa trokken. Maar hoe dat ging, wat ze op hun vluchtweg tegenkwamen, daar zijn eigenlijk maar weinig getuigenissen van. Ook voor mij en mijn 2 zussen is het altijd een grote witte vlek in onze familieatlas gebleven. Alvast daar. El Schindler de Sabadell. Zien. Ja, dat zeg ik. Ja. Dit. Mijn moeder zei altijd, als ik alles probeerde een vraag te stellen, ons verhaal is helemaal niet belangrijk, we zijn niet in de concentratiekampen geweest. Punt uit. En ik begrijp natuurlijk die bescheidenheid aan de ene kant van, tja, wij zijn gered. En 100 en 2000 Nederlandse Joden zijn niet gered. Dus waar hebben wij het over? Ik weet wel, zeker voor mijzelf, hoe belangrijk het is dat dat verhaal van die weinigen die zichzelf gered hebben en die gered zijn met behulp van zoveel op die vluchtweg, dat een heel belangrijk verhaal is. Ze hoopte, dat denk ik. Ze hoopte op een goede afloop. Yvette is de oudste. 2 jaar na het einde van de oorlog werd ze geboren. Een jaar later kwam ik. Yvette is getrouwd, heeft 2 zonen en 3 kleinkinderen. Op mijn 18e verhuisde ik naar Israël. Ik ben getrouwd, heb een zoon en een dochter en 3 kleinkinderen. Marion is de jongste. Zij volgde 3,5 jaar later. Haar man overleed nog maar kort geleden. Ze hebben een zoon en een dochter en 3 kleinkinderen. Mijn beide zussen wonen in Amsterdam.
We staan aan het begin van een onzekere onderneming. 75 jaar na dato reconstrueren we de vluchtroute van onze ouders. Wat staat ons te wachten? Wat ontdekken we op dit avontuur over onze ouders? En over onszelf? Oké. Kunnen we beginnen aan de eerste etappe? Daar gaan we dan. In onze comfortabele auto. Het is geen vergelijk met de situatie van onze ouders in 1942. Ik weet niet wat ons te wachten staat en wat voor een verrassingen tussen aanhalingstekens ons te wachten staan. Voor deze hele reis zag ik er erg tegenop in mijn onderbewustzijn. Aan de ene kant wilde ik graag, maar ik vond het ook heel spannend. Op het moment dat onze ouders vluchtten, was de situatie in Europa voor Joden al jaren onhoudbaar. Mijn vader en zijn broers reisden voor hun zaak veel naar Oost-Europa. Ze vervoelden allang dat wat daar gebeurde niet bij onze landsgrenzen zou stoppen. Je kunt zien hoe enorm veel Bram in die dagen naar Polen en naar Duitsland en naar andere landen steeds weer heeft gereisd. Zelfs nog 2 maanden voor het uitbreken van de oorlog is hij in Duitsland en in Polen. Oh, kijk, dit is waarschijnlijk de dankspeech van papa aan het einde van een huwelijksdag waar hij alle gasten toespreekt. Inderdaad. In de zorgvuldig voorbereide toespraak die mijn vader op zijn bruiloft voordraagt, tekent hij de dreiging die over deze gelukkige dag hangt. Het getij gedurende welk Mimi en ik de haven uitvaren is zeker niet gunstig. En we zullen ons waarschijnlijk voorlopig over heel wat hoge golven moeten heenwerken. Wanneer een schip zee kiest en de zee erg gevoelig wordt, is de afvaart vaak vertraagd tot een gunstiger moment. Alleen grote sterke boten wachten dat gunstige moment niet af. Ze slaan zich door de branding heen en bereiken dan vaak veel vroeger dan verwacht werd rustiger wateren. Met deze woorden lijkt onze vader hun vlucht 3 jaar later al aan te kondigen. Op 9 mei moeten alle Joden in Nederland een Jodenster gaan dragen. De situatie verslechtert dan heel erg snel, gaat bergafwaarts met de dag, totdat ze op, ik meen 13 juli, gearresteerd worden, misschien een paar dagen eerder, in de gevangenis gezet worden in Amstelveen. En ongetwijfeld is dat voor hun het moment waarop ze zeggen, als we deze gevangenis uitkomen, dan moeten we weg zijn, zo snel mogelijk. Vergeet niet dat dat ook de maanden zijn van de allereerste transporten van Westerbork naar Auschwitz. Kijk, en dit is een brief van oma en mama. Lieve Mimi, toen jullie afscheid namen, had ik me ingehouden om Barend niet zenuwachtiger te maken. En dacht toen, wie weet of ik jullie ooit weer terugzie. Op 18 juli 1942 stappen ze op de trein naar Breda. Met hulp van vaders broer Bram is de reis goed voorbereid. In het verhoor van mijn vader, later in Londen, wordt de naam van een boer in Oekel genoemd die hen over de grens naar België heeft geholpen. Mijn vader prijst hem om zijn menslievendheid. Goedemorgen. Aangenaam. Yvette. Frans Baaks. Marion. Aangenaam, Frans Baaks. André Boers. Aangenaam, Frans Baaks.
Dat is mooi elkaar te ontmoeten. Ja, dat is vrij emotioneel voor mij. Ja, ik denk hier wel aan deze kant. Zou wederzijds zijn. Ja, zeker. Ja. Heel bijzonder. Maar wij gaan lekker binnen een bakje koffie drinken en dan praten we daar verder. Dank u wel. Ja, graag. Kom maar. Heel graag. Fijn, dank u. Ik denk niet dat mijn ouders door uw ouders zo onthaald zijn met zo'n hele... Die zijn wel vrij goed onthaald, maar op een andere manier, denk ik. Een hele andere manier. Heel simpel, hè? En dat was... Onder andere omstandigheden. Ja, dat zijn heel andere omstandigheden. Dit is een vrije situatie natuurlijk nou, hè? Het ging over leven en dood, zeg maar. U herinnert u zich dat? Ja, ik herinner me dat heel goed. Hoe oud was u, als ik dat mag vragen? Ik was 8 jaar, maar ik weet het nog heel goed, hoor. Heel goed ook. Hoho. S'avonds zijn ze aangekomen in de Dan hebben jullie wel mazzel gehad. Absoluut. Dat ze nog overleefd zijn. Ja, ja. Ouders, anders zouden wij hier niet gezeten. Nou, niet gezeten, hè? Nee. Dus ze zijn s'avonds in Oekel aangekomen op de boerderij van uw vader. Oekel B30, daar was de adres, hè? Mijn vader heeft alles gesmakkeld, hoor, van A tot Z. Die zat kort op de grens, dus. En dat was eigenlijk wel een klein beetje een handelsmaandje. En die kreeg direct connecties met Belgen, zeg maar. Hè? En dat bracht centjes op. En dat, als het geld opbrengt, dan stimuleert die zaak zichzelf, zeg maar. Hè? Uh-huh. Dus mijn vader was al, na een jaar of anderhalf, was al een bekende smokkelaar in die streek. Omdat men lef hebt en je bent niet bang en je hebt een beetje handelsgeest. Wat Joden vaak meer hebben dan Hollanders, denk ik. Dat kan toch? Daar staan ze voor bekend toch, hè? Van handelsgeesten. Ze zeggen het, ja. Ze zeggen het toch, hè? Dus omdat mijn vader dus een bekendheid was op dat gebied, kreeg hij vanzelfsprekend die mensen aangeleverd, zeg maar, hè? En zo is het eigenlijk gekomen dat mijn vader daarom begonnen is. Ja, je gaat er naartoe met een bepaald idee. En als je daar zit, dan krijgt het gesprek een wending. En hoe ging dat in zijn werk? Dan kwamen er mensen bij jullie thuis op de boerderij? Die mensen die kwamen hoogstwaarschijnlijk van Breda, denk ik, met de trein. Op een fiets of vaak nog te voet. Onze ouders zijn op de fiets aangekomen bij de boerderij. Ja, dat nou, zo was het vaak, ja. Of te voet, dat kon ook al. Ja. En dan moest zijn vader, die moest dan op een gegeven moment een tijdstip bepalen wat hij dacht het beste was, dat die mensen de grens overgezet werden. Hè? En dat was meestal 's nachts? Dat was altijd in het donker. Hè? Overdag niemand had overdag de Duitse patrouilles. Dus... Maar met jodenbegunstiging, met joden over de grens brengen, heeft mijn vader weinig of niks verdiend, hoor. Dat durf ik gerust te zeggen. Want dat weet ik dus. Misschien had hij wel eens een ring gaat eten, ik noem maar eens wat van iemand, of een horloge, hè. Ja. Maar het vader heeft er ook nooit geen geld opgezet, niet. Dat was meer een prestige kwestie van hem. Ik had begrepen dat er iemand is geweest, ik had zelfs gedacht aan een verzetstrijder, die de moed had en die de wil had en die de drang voelde om mensen, Joden en niet-Joden, die grens naar België over te brengen. In de eerste zinnen die Frans Buiks tot ons sprak, werd het mij al duidelijk dat er een enorme ontnuchtering op ons lag te wachten. En dat er niet sprake was van een verzetstrijder, maar van iemand, en dat gebeurt in alle oorlogen, denk ik, die de situatie waarin hij verkeerde heel goed aanvoelde en die, laten we het maar gewoon zeggen, die zijn brood verdiend heeft met, of misschien een extra boterham verdiend heeft, met het helpen van mensen die de grens over wilden en dat niet alleen konden doen. Als vader geweten had op voorhand hoe gevaarlijk dat was, dan was hij niet onbegonnen geweest. Dat kan ik me eigen voorstellen. Hè? Ja. Maar hij heeft gewoon de gok gewaagd en willen helpen. Ja, met eigen risico. En toen op een gegeven moment is mijn vader
Verraaien door een Jood? Ja, door een Jood, ja. Door wie, dat weet hij zelf ook niet, denk ik. Hij is verraden. En toen moest mijn vader bij de Sigrid in Breda op verhoor komen. Nou, wij kwamen s'avonds uit school, hè. Ons vader was weg, de nieuwe motor was weg en de nieuwe fiets. Hebben ze gelijk opgelaten. Ze hebben niet gevraagd, hij had het gedaan of niet gedaan. Hij moest gelijk recht naar Vught. 13 maanden. Eén ding vind ik dat mijn vader geluk had, hè, dat hij geen trauma overgehouden heeft uit dat kamp. Hè. Hij heeft het risico genomen. Gevaar voor het leven van een groot gezin. Niet alleen om gepakt te worden, maar een van de 7 kinderen moest maar even wat aan een vriendinnetje zeggen. En het was gebeurd. Dus het is en blijft riskant. En je moest het van deze mensen toch hebben, dit soort mensen. En die waren er wel veel, maar niet genoeg. Mijn moeder vertelt later aan een Amerikaanse krant dat ze de nacht waarop ze de Belgische grenzen overgingen, 7 uur in de stromende regen liepen. Waar wij nou lopen, hè, dat is nou de weg die jullie een paar maal gelopen hebben. Hè. Hier liepen ze dus naar de grens toe. Daar kunnen we vergif op innemen. Zo is het gebeurd. Mijn vader die checkte dan even dat het veilig was. Dat ze overgegeven konden worden. Hè, dus dat betekent ze stoppen vlak voor de grens. Ja. Uw vader loopt dan even naar de grens toe. Ja. Maakt er zeker dat er geen patrouille is. Ja, natuurlijk. Hij zegt dat moest exact gecontroleerd worden. Want anders was het foute boel, dan waren ze alle 2 etages. Hè? En dit bruggetje was dan? Ja, dit was de exacte overgang hier. Hè? Dat was een heel sumier bruggetje. Hè? Het waren een paar planken over het water gingen. Ja, konden met de fiets en mijn paard en kaart konden erover, meer of niet. Nee. Dit is voor jullie ook het punt eigenlijk, hè, dat om gaat. Hè? Misschien trachtte ik me daarvoor voor te stellen, nou ja, ze gingen een grens over. Maar hier zie je dus hoe ze in, en dat is ook heel makkelijk als je er staat, dat je ziet hoe ze 700 meter door die weilanden in de stortregen in het midden van de nacht lopen. Hoe ze zich even achter een paar bomen verschuilen als de boer gaat kijken of er geen Duitse wachtpost staat. Je ziet dan dat kleine bruggetje, die paar planken die daar over dat slootje liggen. En je kunt je zo goed voorstellen, daar staan ze achter die bomen. De boer geeft ze een centje van, kom maar. En dat is het moment waarop je ze die planken, dat bruggetje, ziet overschrijden. En in België ziet aankomen. En waarschijnlijk een stukje doorlopen en dan de Belgische partner van Buiks ontmoeten, die hun vervolgens naar het dichtstbijzijnde dorp brengt en zegt, hier kunnen jullie de tram, de eerste tram in de ochtend nemen naar Antwerpen. Het wordt zichtbaar. Die grensovergang en de weg daar naartoe en de omgeving waar ze dus zijn geweest, dat heeft me wel heel veel gedaan. Dat maakt het begin van hun verhaal heel veel duidelijker. En spannend moet dat zijn geweest. Lukt het wel, lukt het niet. En daarna weer de volgende hindernis. Dus het was niet van, oh, nu zijn we er. Het was waarschijnlijk de opluchting van het moment. Ze bleven 6 dagen in België om in Antwerpen en Brussel buitenlandse valuta en valse papieren te bemachtigen. De gevaren waren talloos. Het reizen met een trein van Brussel naar Parijs, zoals ze gedaan hebben, was levensgevaarlijk. Je kon ondervraagd worden door de Duitse politie, de Sicherheitspolizei. Als je papieren niet in orde waren en je stotterde even, of je dacht even te lang na, of je aarzelde,
Dat kon een arrestatie betekenen. En meteen het einde van alles en doorsturen naar in hun geval misschien Westerbork of een ander kamp en vandaar naar de concentratiekampen. Eén verkeerde stap en het is afgelopen. Mijn moeder wordt later onder de schuilnaam Maria Wessels geïnterviewd over haar vlucht. The Wessels split up. Maria in one compartment and her husband in another. When the German officer came to my husband's compartment, said Maria, my husband stood up, opened the door for him. Toen er een Duitse officier de coupé van mijn man binnenkwam, stond hij op, opende de deur voor hem, boog beleefd en zei, gaat u voor, meneer. De officier vergat hem naar zijn persoonsbewijs te vragen. Eén van ons was veilig, maar de Duitser moest nog naar mijn coupé. Ik kon mijn man naar mij zien seinen dat ik hetzelfde moest doen als hij, maar ik kreeg de deur niet open. Toen ik haar vroeg hoe ze de dans ontsprongen was, bloosde Maria en gaf toe dat ze een beetje geflirt had. Ze had gezegd dat ze, als ze uit Parijs terugkwam, graag een avond door zou brengen met de natie. Hij nam afscheid met een Auf Wiedersehen en succes en vroeg niet verder. Twee dagen voor onze ouders uit Amsterdam vertrekken, vindt in Parijs de beruchte razzia plaats waarin 13.000 Joden worden samengedreven in het stadion Vélodrome d'Hiver. Als ze met de trein in Parijs aankomen, moeten ze de gevolgen hiervan gezien hebben. Onze neef Maurice vlucht een paar weken na mijn ouders samen met Max, een broer van mijn moeder. Maurice schrijft over wat hij in Parijs ziet in zijn vluchtverhaal. Ik weet niet meer of het vanuit de trein was op weg naar Livry dat we het zagen, of dat het bij een andere gelegenheid was dat we het station van Drancy passeerden. Daar was een doorvoerkamp gesitueerd van waaruit Joden werden gedeporteerd. Ik heb gezien hoe Franse politiemannen Joden in de veewagons duwden. En dankte de hemel dat dit niet mijn lot was. In 1942 en tot juin 1943 près de 40.000 Juifs, hommes, femmes et enfants venant du camp de Drancy furent déportés de cette gare vers le camp d'extermination d'Auschwitz. Ensuite, de juillet 1943 et jusqu'à la libération de la France, les trains de déportation partaient de la gare de Bobigny. Presque tous les déportés ont été assassinés. Moins de 3% ont survécu. N'oublions jamais. Dit is dus het station waar Maurice, onze neef, voorbij gekomen is op zijn vlucht. Een week of twee nadat onze ouders gevlucht zijn. En het is zeer waarschijnlijk dat ook papa en mama langs dit station gekomen zijn. En dat precies een week of twee nadat de eerste Joden van Drancy hier naartoe gebracht werden voor deportatie. En op het absolute dieptepunt van de collaboratie van de Fransen met de Duitsers om de Joden van Frankrijk weg te voeren naar de concentratiekampen. En Maurice heeft dus gezien dat dromme mensen uit de trein werden gehaald en hier zijn afgevoerd en gedeporteerd. Waaronder ongetwijfeld ook een heleboel vluchtelingen die of valse papieren hadden of geen papieren hadden.
Of pech. En of gewoon de pech dat ze gecontroleerd werden en gearresteerd werden. En eruit gesleept werden en op de treinen gezet werden. Van hier en van Drancy. Drancy is het Westerbork van Frankrijk. Naar voornamelijk Auschwitz, maar ook andere kampen. Ook zij waren Joden. Ook zij zaten in een trein, maar wel in tegenovergestelde richting. En dat is natuurlijk ook voor, ik denk, voor al die vluchtelingen en dus ook voor mijn ouders, alweer die complexiteit van, daar worden de Franse Joden over de straten gesleept en gesleurd, na 3 dagen in een velodrom gezeten te hebben, zonder water en zonder eten en zonder toiletten, en naar het station gestuurd worden. En wij reizen precies in de tegenovergestelde richting op zoek naar de vrijheid. Op onthoud in Parijs slechts 36 uren, schreef mijn vader later trots in een verslag aan koningin Wilhelmina. En dat was maar goed ook, want Parijs was in augustus 1942 zo'n beetje de gevaarlijkst denkbare plek op aarde. 1000 mensen hier, 996 mensen in ieder transport, 1000, 1000 en 1001. En dat loopt door en door en door en door. Maar de oorlog reist met hen mee. Als ze in Lyon aankomen, heeft de Vichy-regering net een akkoord met de Duitsers gesloten om 12.000 Joden uit te leveren. Mijn ouders worden opgepakt. Bonjour, madame. Samen met hun vrienden Emmanuel en Livia Adelaar en ruim 100 anderen. Het ziet er niet best voor ze uit. Hoe ze daar, een dag lang in de brandende zon, met z'n honderden, denk ik, hebben gezeten, vastgezeten, want hun papieren waren afgenomen. Dan groeit mijn bewondering alleen maar voor dat ze er nooit verder meer over hebben willen spreken.